Het wettelijk collegegeld zal vanaf studiejaar 2017-18 boven de €2000 per jaar komen. Met een bedrag van €2006 is dit een toename van €22 vergeleken met het aankomende studiejaar. Dan moeten studenten €1984 gaan betalen. Ondanks dat het maar een kleine verhoging is, vreest Tina Fahler van de Groningen Studentenbond dat onderwijs hierdoor minder betaalbaar wordt voor studenten. Het is nu al een aantal jaren zo dat het steeds verder verhoogd wordt. En het gaat ook nog een aantal jaren wel door dat het steeds weer een beetje verhoogd wordt. Nou, als het eindelijk heel erg hoog wordt, dan wordt het natuurlijk minder betaalbaar, waardoor het onderwijs ook minder toegankelijk wordt voor studenten. En dan misschien mensen minder gaan studeren. Ja, het is veel geld natuurlijk. En wij als studenten hebben natuurlijk niet al te veel geld. Maar als je kijkt naar wat het was, dan is het niet een hele hoge verhoging. Als je kijkt naar het percentage. Dus het is wel slim zoals ze dat doen. Ieder jaar een klein beetje, denk ik. Nou ja, er zullen misschien voor sommige mensen zal de drempel groter worden om te kunnen gaan studeren. Studeren zou voor iedereen wel gewoon toegankelijk moeten zijn. En op een gegeven moment ligt natuurlijk een grens dat het niet meer toegankelijk is voor sommige mensen. Niet alleen de Groningen Studentenbond is tegen een verhoging van het collegegeld, ook de studenten zelf. Voormalig onderwijsminister Plasterk wilde met de opbrengst de salarissen van docenten verhogen. Studenten vinden deze investering overbodig, tenzij de kwaliteit van het onderwijs hierdoor verbetert. Ja, als het natuurlijk het geld gewoon naar de student of naar de docenten gaat en het wordt ook echt daadwerkelijk wat verbeterd in het onderwijs, natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, het is nog maar de vraag natuurlijk of dat ook daadwerkelijk een verschil zou maken. Als het onderwijs daarvan beter wordt, wel. Maar als het zo blijft, dan weet ik niet of ik dat terecht vind. Ik bedoel, hebben ze nou zoveel meer nodig? Ik denk dat wij mogen verwachten dat als het collegegeld omhoog gaat, dat ook het niveau van het onderwijs verbeterd wordt. Dus op zich heb ik er geen problemen mee. Ja, als de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat, is prima. Als docenten gewoon goed werk leveren, dan verdienen ze natuurlijk gewoon een mooi salaris. Maar het moet niet ten koste gaan van het feit dat iedereen kan studeren. Of studenten er daadwerkelijk vertrouwen in hebben dat het onderwijs door de verhoging van het collegegeld verbetert, is nog maar de vraag. Denk je dat het echt gaat gebeuren dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat? Nou ja, ik denk dat dat discutabel blijft, maar ik hoop het. Om eerlijk te zijn, niet, nee. Ik denk dat die paar salarisverhoging echt niet gaat helpen dat zij beter onderwijs gaan geven. Nee. Ondanks dat het wettelijk collegegeld nu boven de €2000 uitkomt, is het toch de kleinste toename in jaren. Voor studenten betekent dit één glas bier minder per maand.